Vandaag is het onze conference, dus iMinds the Conference. En we ontvangen over de 1000 bezoekers die hier komen kijken naar de demo's beneden van onze projecten. Om eigenlijk te tonen waar iMinds mee bezig is. En we hebben ook een hele hoop interessante sprekers hier. Whoopi staat voor World of Offline and Online Personalized Interactions. Dus wat de bedoeling is eigenlijk dat we de offline wereld en de online wereld op verschillende manieren met elkaar gaan combineren. En dat op een speelse manier voor kinderen tussen 4 en 6 tot 8 jaar. Ja, wat je natuurlijk wil vermijden met zo'n toepassingen voor kinderen, is dat je iets gaat creëren als broccoli met chocolade op. Dat is iets educatief wat dat dan eigenlijk in een jasje wordt gestoken van spelletjes, maar die eigenlijk nog altijd heel saai is. Tijdens het Selfie-project hebben wij eigenlijk samen met Studio 100 een manier proberen te zoeken om het publiek mee te betrekken bij shows. Dus het concept is eigenlijk dat de smartphone van het publiek zelf kan gebruikt worden om mee content te maken. En dat het publiek die content ook kan zien tijdens de show. Wel, Zora is een robot zoals u ziet, die vooral wordt ingezet in woonzorgcentra's, in ziekenhuizen en dan ook in scholen en scholen met dementerende kinderen. Waarom? Zora is een kameraadje voor hen. Ze onthouden ook vooral Zora, want andere dingen ja, vergeten ze soms. En ze vinden het ook plezant om spelletjes te spelen met Zora. iPhysicist, the idea is that you have wireless technology at a festival. So for example, your bracelets, but also wireless backbone mesh networks. Also hotspots, everything that's wirelessly related.